Goedemorgen aan iedereen die ons volgt op de Lectio Divina van zaterdag van de zesde week van Pasen, uit de handelingen van de apostelen. Nadat Paulus enige tijd te Antiochië had verbleven, vertrok hij weer en maakte een rondreis, achtereenvolgens door de landstreek Galatië en door Frisië, om eer alle leerlingen te sterken. Intussen was in Efeze een Jood aangekomen, Apollos, een Alexandrijn van afkomst, en een welsprekend man, die doorkneed was in de schriften. Hij had onderricht ontvangen in de weg des Heren, sprak vol geestdrift en gaf in bijzonderheden onderricht over alles wat Jezus betrof, hoewel hij alleen het doopsel van Johannes kende. Ook begon hij vrijmoedig in de synagoge op te treden. Nadat Priscilla en Aquila hem gehoord hadden, namen zij hen mee en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. Toen hij wilde doorreizen naar Achaïa, zonden de broeders aan de leerlingen een brief, met het verzoek hem goed te ontvangen. Daar aangekomen, was hij door zijn genadegaven van veel nut voor de gelovigen. Want krachtig weerlegde hij in het openbaar de Joden, door aan de hand van de schriften te bewijzen dat Jezus de Messias was. Woord van de Heer. Wij danken God. In de eerste lezing van vandaag zien wij deze figuur van Apollos, deze Alexandrijn, toch een Jood, die ook met een gist van even van. Ja, met moed en met parrezie had over de Heer Jezus Christus aan de hand van de Heilige Schriften bewezen dat de Heer Jezus Christus de Zoon van God is en de Messias is. En we zullen ook dat zien in de brief aan de Efeze van Paulus aan de Christenen van Efeze, in hoofdstuk 4, als ik niet mee vergis, dat Paulus gaat zeggen: dat maakt niet uit als jullie geloven in mijn prediking of in de prediking van Apollos. Als jullie zeggen: wij zijn van de partij van Paulus of van Apollos. Wat belangrijk is, is dat jullie in de Heer Jezus Christus geloven. Dat hij de Messias is en de enige Zoon van God is. En het is mooi te zien, dat staat geschreven in Handelingen hoofdstuk 18, in vers 18-20, dat door de schriften, door het Oude Testament, door de profeten, door de wetten, had hij bewezen dat Jezus de Messias is. En zo had ook niet alleen Paulus, niet alleen Apollos, maar ook willen mensen erkennen dat de Heer Jezus Christus de Messias is. En christenen zullen opstaan en zullen ook door de hand van de schriften bewijzen dat de Heer Jezus Christus de Messias is, de Messias van Israël. En ja, we zien ook de gezelschap van Priscilla en Aquila. Deze echtpaar en deze twee hoofden van de gemeenschap van de christenen van Jeruzalem, van Rome, had hen ook in zijn bescherming ontvangen. En had hij hem ook zenden naar de andere gemeenschap. Dus
was in dat hij Apollos had gezonden worden door de leerlingen van Christus, door Priscilla en Aquila. Zij zullen hem zenden op een missie, de missie om de christenen van Efeze te versterken. En gaat hij zo zijn missie voortzetten. Dus wij worden gezonden. Als een prediker moeten wij niet zoeken waarom wij prediken, maar wij zijn gezonden. Wij zenden ons niet zelf, maar is de Heilige Geest die in de kerk werkt, in de kerk die bevestiging geven aan onze charisma, die gaat ons zenden. Zoals alle missionarissen, wij zijn gezonden. Wij gaan niet reizen, wij zijn gezonden naar een missie. Dus dat is ook een mysterie, een roeping die we kunnen ook van de Heilige Geest ontvangen. En ook voor de Heilige Geest vragen. Dat waren missionarissen. Dat waren missionarissen in ons land kan evangeliseren, kan missioneren. En dat wij waar wij zijn, thuis, in het werk, met onze vrienden, ook waar getuigen mogen zijn van de Heer Jezus Christus. Psalm 7 en 40. Alle volkeren klapt in de handen, jubelt voor God met blij geroep. Want groot is de Heer en alom geducht, een machtige vorst over heel de aarde. Koning is God over heel de aarde, zingt dus een psalm voor hem. Koning is God over alle naties, zettelend op zijn heilige troon. Vorsten en volkeren komen daar samen, vereend met het volk van Abrahams God. Aan God komt toe alle macht op aarde. De Allerhoogste is Hij. Uit het Heilige Evangelie volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Wat Hij de Vader ook zult vragen, Hij zal het u geven. In mijn naam. Tot nu toe hebt hij niets gevraagd in mijn naam. Vraagt en hij zult verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zij. In beelden heb ik hierover tot u gesproken. Er komt een uur dat ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar mij omwonden, tegenover u zal uiten omtrent de Vader. Op die dag zult hij bidden in mijn naam. Het is niet nodig te zeggen dat ik bij de Vader uw voorspreker zal zijn. Want de Vader zelf heeft u lief, omdat hij mij lief hebt. En omdat hij gelooft dat ik van God ben uitgegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen. Wie verlaat ik de wereld en ga naar de Vader? Woord van de Heer. Wij danken God. Wij hebben al gehoord, maar wij horen nog een keer door het Evangelie van Johannes de eenheid van de Heer Jezus Christus met de Vader en ook de eenheid die wij zijn geroepen om te beleven met de drie in God. Dus vragen in de naam van de Heer Jezus Christus om te verkrijgen van God de Vader. En als wij vragen deze genade, de genade die wij willen verkrijgen, moeten wij in de Geest vragen. In de Geest, dat betekent dat wij niet alleen voor onszelf zullen vragen,
niet alleen voor ons welzijn, maar wat goed voor ons is. In de richting ook van het geestelijk leven, niet alleen materiële. Soms hebben wij behoeften nodig van materiële dingen, voor de missies, voor de zielen, voor de zorg, voor de armen. Maar wij zouden ook vragen de haven van de Heilige Geest. En wat is de verlangen van de Heer Jezus Christus? Is dat wij de Heilige Geest vragen. Welke is de vraag? Uitstekend is de Heilige Geest. De Heilige Geest die altijd klaar is om te komen, om neer te dalen op ons. Dat is de belangrijkste. En onze grootste behoefte is de Heilige Geest te ontvangen. Om in God, in de Heer Jezus Christus, te leven. Natuurlijk, wij kunnen andere dingen vragen. Maar de Heilige Geest is de belangrijkste. En als wij de Heilige Geest ontvangen, zullen wij zien dat een paar dingen zijn niet zo nodig, maar andere wel. En vooral de haven van het geloof, van hoop, van liefde. En als wij in de Heilige Geest leven, zullen wij andere oplossingen vinden voor onze relaties, voor ons werk, voor onze missies. De Heilige Geest is wat wij op uitsteken moeten vragen aan de Heer Jezus Christus. En Hij zal geven. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.